Stijn 3-0 verliezen in een zware nederlaag. Maar de wedstrijd ging gelijk op tot ongeveer aan die rode kaart. Dat was het sleutelmoment van de wedstrijd. Ja, kijk, je komt naar Dender, vroeg in Vorm. Je komt gehavend naar hier, Yassin, Gerwi en Bruno. Zij hebben uiteraard ook afwezigheid van Barkie. Maar dan zet je toch iets neer. Dan ben je heel goed aan die wedstrijd. Ik vond tot aan de rode kaart dat wij de betere kans hebben gehad. Dat wij ook hun moeilijk hebben gemaakt. Dat we een zeer bedrijvige Arenati zagen. Die zeer goed in de wedstrijd zat. Die ook de 0-1 had moeten maken. En dan komt het kantelmoment. Hè. Rode kaart, daar kan je over discussiëren. Uiteraard is er contact, maar je moet ook kijken naar de intentie van de speler. Hè. De speler gaat met zijn been naar een hoge bal, ziet zelfs niet achter hem wie eraan komt. En ja, oké, dan is er het contact. Ik denk dat daar toch wel een betere inschatting had je mogen. Zeker als je op het eind van de wedstrijd dan ook een fase ziet de voet op het hoofd van iemand die recht naar de speler kijkt. Maar dat zijn omstandigheden die dan net te veel zijn. Niet vergeten dat dan ook nog eens in de beginfase onze kapitein uitvalt. En dan zit je toch met veel omstandigheden in de wedstrijd die tegen je zijn. En als dat dan net tegen een ploeg die vertrouwen heeft, die op een bepaalde flow zit, gebeurt, dan is dat te veel van het goede. En dan moet je het incasseren. Dan haal je goed de rust. Ik was daar zeer tevreden en fier over. Maar dan weet je dat je geen enkel individuele fout mag maken. Dat hebben we wel gedaan op links. En dan is het ondergaan. Dan ben je even het nodig kwijt geweest en goed daarna wel hersteld en gezorgd dat het niet een pandoering werd, want dat hadden ze echt niet verdiend. Maar slotsom denk ik te veel omstandigheden vooraf, tijdens de wedstrijd ook, die in ons nadeel waren, waardoor hier punten gewinnen quasi onmogelijk is. Heel goede analyse, Stijn, dank je vriendelijk daarvoor. Proficiat, het was net zoals de twee vorige weken een hele goede, vooral een hele goede tweede helft, want 10 tegen 11 had een man meer, maar het is heel goed uitgespeeld. Ik denk dat we de eerste helft niet zo gespeeld hebben. Hè. We hebben denk ik een kwartier redelijk gevoetbald en hebben ons uit de match laten spelen door heel veel TV daarin af. Maar ja, we kennen hem, hè. We weten dat hij zo die domme dingen durft doen. Stijn vindt dat geen, ik vond dat wel een rode kaart, maar oké. Gelukkig hebben we allebei geen opleiding van scheidsrechter op Maast. Langs de andere kant, tweede helft, hebben we terug het niveau gehaald van vorige week in de eerste helft. Natuurlijk iets makkelijker gemaakt met een man mindere tegenstander, maar je moet het nog altijd doen, want het is niet altijd het gemakkelijkste oplossing. Maar ik denk vooral dat nu de jongens die ingekomen zijn, kijk daar vooral naar een Congo dat hij eindelijk bewezen heeft dat hij terug zachtjes op dat niveau moet de weken hiervoor. Ik had hem dat ook gezegd, dat was flauw. En de eerste helft vond ik ook wel op een aantal dingen getraind. En ik wist als we gingen doen wat we gedaan hebben, dat we weinig of geen kans gingen krijgen. En daar heb ik hem ook duidelijk op gewezen. Ik vind, fel doe je dingen waar je op getraind hebt. En als dat niet lukt, dan is het de fout van de coach. Maar nu spelen ze zichzelf eigenlijk wel in de vernieling. Jasper was de lijn aan het kalken. Esteban stond er centraal tegen twee mensen waar hij of niks tegen kan winnen. Ja, dat kon je creatief zijn, want ik vond dat Hens een enorm sterke wedstrijd gespeeld heeft. Dat was echt de patroon van de ploeg. Daarom hebben we hem ook gevraagd om straks langs te komen. Maar ik denk dat we ook achter hem in het middenveld te veel gelopen hebben met de bal, te veel slechte passes, wat niet normaal ons niveau was van de vorige week. Maar ik zeg het nogmaals, de tweede helft zie je een betere balcirculatie, zie je dat we betere flanken benutten. We hadden dan nog een aantal kansen onbenut, maar oké, als je op voorhand wil zeggen 3-0 winst tegen deze ploeg, wat toch een stugge tegenstander, daar wil je direct voor tegen. Ja, dat zal wel. En de kans is niet onbestaande dat jullie elkaar nog eens tegenkomen? Ja, terecht denk ik. Hè. Ik denk dat zowel wij als Patrum als Mechelen twee ploegen zijn die uitgaan van hun kwaliteiten. Ondanks, ik heb het tegen Stijn gezegd voor de wedstrijd, was ik er dat wij de grote profploeg en de grote titelkandidaat
Maar we zijn vandaag begonnen met twee studenten. Met twee jongens die zelfstandig zijn en zaakvoerder van een zaak. Met een havenarbeider en iemand die stagiair is bij de immobiliën. Dus wij proberen met onze middelen op een zo goed mogelijke professionele manier te werken. En we zitten in de flow en alles lukt. Dus we moeten op die weg blijven verder gaan. Ja, goed. De kans is inderdaad groot dat jullie nog eens met hen willen moeten komen. Ja, ik hoop het. En op volle sterkte. Dan, ja, goed, dan heb je toch altijd een andere partij. En, maar goed, ik denk dat, dat op basis van heel het seizoen beide ploegen die plaats wel verdienen. Maar je moet de weg er naartoe nog altijd bewandelen. Ik denk dat, dat het altijd het moeilijkste is. Eens je die in die play-offs zit, dan kan er veel. Dat hangt ook van het moment af. Maar de weg ernaar, nog 8 finales. Je ziet hoe moeilijk het voor elke ploeg is om, om resultaten te halen. We gaan even kijken okay, goed, wie in die top 4 echt wil zijn. Je ziet nu toch wel resultaten op basis van licentiegevallen en uitspraken. Wat doet dat met clubs? Wat doet dat met spelers van desbetreffende ploegen? Maar wij moeten naar ons eigen kijken. Aanknopen met een overwinning. Dat zal week na week keihard vechten zijn. En proberen, ja goed. Nogmaals, die wedstrijdomstandigheden in ons nadeel vandaag niet meer laten voor te vallen. Okay, je zit dan met wel een paar afwezigen van. Gewoon verder werken. Ik ben tevreden van mijn ploeg. Dat is een ploeg die keihard werkt. Die een enorm parcours heeft afgelegd tot nu toe. Die heel verdiend daar staat. En we moeten dat afronden met een plaats in die top 4. En dat zal oververdiend zijn. Oké, dank u.